Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken gehad en nog steeds trouwens met een regenfront. En dat strekte zich helemaal uit vanuit het noordwesten van Italië, via de Alpen en Duitsland tot over Nederland. En dat regenfront dat deed het heel langzaamaan en zorgde daardoor voor langdurig natte omstandigheden, in met name de achthoek. Twente en dan zo lopend richting Noord-Holland en Vlieland. Het Noordoosten bleef droog, daar werd het 16 graden. Het Zuidwesten werd er snel in de ochtend alweer droog, en ook daar werd het 16 graden. Maar in het regengebied werd het niet veel warmer dan 11 à 12 graden. Grote verschillen dus. Nou, vanavond wordt het regengebied langzaam kleiner. En vannacht dan verplaatst zich dat langzaam richting het noordoosten en oosten. En dan spettert het nog op een enkele plek. Veel wolken, de dikste wolken in het noorden. Daardoor daar de minima van rond 9 graden. En richting het zuiden kan er een enkele opklaring zijn. En daar wordt het dan 4 à 5 graden. En kijken we dan naar het weerbeeld van morgen. Dan zien we dat het opnieuw wisselvallig weer gaat worden met veel bewolking. Maar net als vandaag... De meeste plaatsen overheerst wel het droge weer. Sochtens vroeg vooral regen in het noordoosten en oosten, hier en daar wat gespetter. Dat trekt dan langzaam richting het zuiden. En langzaam bedoel ik dan ook echt langzaam. Dus in het zuiden komt het pas later in de ochtend of begin van de middag. Aan het einde van de middag komen er dan weer wat nieuwe buien vanuit Duitsland richting Oost-Nederland. Temperaturen 13 tot 15 graden, de wind maait uit het noordoosten en is meestal matig. Dan kijken we nog even wat verder vooruit. Woensdag breekt wat vaker de zon door, maar vooral 's middags is ook een lokaal stevige regenbuisbij mogelijk. De warmste dag van de week, 16 graden. Donderdag ook weer enkele buien, maar donderdagavond tijdens Dodenherdenking verwacht ik dat het op de meeste plaatsen droog zal zijn. En vrijdag Bevrijdingsdag moeten we ook rekening houden met een enkele bui. De kans daarop is het grootst in het zuiden van het land. Richting het noorden schijnt vaker de zon en is de kans op droog weer ook groter. En dan kijken we nog even wat verder vooruit. Temperaturen tot en met vrijdag. Zo rond de 15 graden s middags, Meestal net iets eronder. Maar zaterdag en zondag dan zien we het kwik ineens stijgen richting de 20 graden. 15 tot 20 graden dus komend weekend. Daarna een klein dipje en dan langzaam weer oplopend. Echt warm lenteweer komt er dus nog niet aan. Maar die vooruitzichten voor het komend weekend zijn best aardig. En dan nog eens een nieuwe grafiek. De kans op droog weer. Dus niet op nat weer. Nou, dan zien we ook dat er vanaf vrijdag we toch een aantal dagen hebben waarbij de kans op een totaal droog weer behoorlijk groot is: 60% en op vrijdag zelfs 80%. Dus het weer voor bevrijdingsdag ziet er best aardig uit. Er kan een bui vallen, maar de kans op droog weer is toch erg groot. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.